Het is vrijdag 21 juli. Tof dat je kijkt naar deze vlog. Mijn naam is Julian, we staan hier op het station van Borne. Vandaag in deze vlog gaan we even de obscuriteiten doen van het Nederlandse OV, wat alleen op doordeweekse dagen kan. Ik heb bijna nooit doordeweeks vrij, maar ik heb nu toevallig vakantie, lekker. We gaan de Bisliner doen. Dat is een touringcar-achtige Airnet bus die tussen Amsterdam en Purmerend rijdt. Let's go. En na de hand gaan we naar Utrecht heen voor TGI Fridays. Of lekker bunkeren met koetseltje erbij. Ik mag hier zo niet goed van. We staan in ons vak, de L van losers. Gewoon als je nou eens een keer wat in je grafkast doen. Gozer, je lijkt wel een regio loser. Kijk eens een keer de voorstelijke borstpartij van Liedewijn in je gezicht. Ik voel hem wel. Moet je eens kijken wie we vandaag hebben. Patrick Hammers, nummertje 2. Patrick, woon je in de daklozenopvang? Nee. Oh ja, we hebben vandaag een caffeinehouder de code drank. Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Zwakste Schakel. Vandaag reizen we met Keolist. Er zijn werkzaamheden rond Apeldoorn, dus iedereen reist om via Zwolle. En de trein staat van begin tot eind nog hier vol. Ja. Lekker bezig, Keolist, los drietje. Het volgende station is Zwolle. Nou, dat hebben we gelukkig overleefd. Nu gaan we met NS naar Amsterdam toe voor de Bisliner. Wat wolltest du denn, du scheiß Wichser? De Hamtaro. Dat heb ik in Duitsland gekauft. Lekker een blikje frissie erbij opgetrekken. Hoppa, lekker man, proost. Papa, geef me een pak slaag met je windmolen. Best de reizigers. Het volgende station is Damsco. Hier kunt u terecht voor teven op uw wasco. Ik zie je bij de roltrappen, maar vaak niet wie ik zeg, je moet niet in mijn roltrap. De Bisliner vertrekt niet vanaf Zuid, maar vanaf Hollendrecht. En daar gaan we nu met de metro naartoe. Zullen wij eens naar het streekvervoer toe gaan? Laten we doen. Vanaf hier, station Amsterdam-Holendrecht, pakken wij bus 376 naar Purmerend over Weren. Dat is de Bisliner, dat zit ook in de naam, het is een businessachtige bus. Die rijdt dus hier het businessdistrict van Amsterdam en alle woonwijken van Purmerend. En daar zit een super luxe touringcar op, dus dat gaan we doen. De vertrektijd is inmiddels 6 minuten verstreken. Dit kwam hier wel aanrijden. Dat is zo'n type bus wat we moeten hebben, maar die chauffeur ging pauze maken. En waar dan onze bus is gebleven, geen idee. Volgens de locatie van Overinfo stond deze bus voor een FOMAR. Nou, ik heb de chauffeur er wat van gezegd en ik kreeg een grote bek terug dat ik niet mocht filmen. Nou, prima dan, dat moeten mijn collega's voorstellen. Maar goed, deze bus is luxe. Moet je kijken wat een dikke stoel die erin zitten. Kijk, de Paplinko die ligt er al lekker bij. Deze stoel kun je volledig in de lichtstand dieven. Dus super luxe dit, lekkere leren stoeltjes. Ook is er een klaptafeltje, niet zo heel groot, maar kun je misschien wel een iPadje op kwijt of zo. En hier kun je nog een jas aanhangen. Qua comfort is deze bus echt werkelijk perfect, alleen qua punctualiteit en vriendelijkheid kan dat misschien wel een tandje beter. Deze bus gaat wel in december dit jaar 2023 weg. Hoge oordreef Atlas. Want dan gaat de nieuwe concessie Waterland in en dan moeten alle bussen elektrisch zijn en komen hier gewoon de streekbussen op. Vurige start. Dat was niet echt een succes. We zijn maar wat eerder uitgestapt, anders hadden we de overstap gemist op de 306 naar Amsterdam Centraal toe. Want we gaan nu naar Utrecht heen voor TGI Fridays. Yes. Jouw idee. En wat gigantisch lekker eten daar. Ik ben daar misschien wel meer hyped voor dan die stomme bus. Ik word hier zo niet goed van. Juist. Nou, we hebben het overleefd dat ze zo'n Amsterdam Centraal. We hebben nu wel onze overstap op de trein naar Utrecht gemist. Dus zijn we straks 20 minuten te laat voor onze reservering. Wij staan in ons vak, de L van losers. Best de reizigers. Het volgende station is Utrecht. Gearriveerd te Utrecht Centraal, Patrick. Ja. Waar gaan we heen? TGI Fridays. Is dat intens? Ja. Oeh, spannend. Jeetje, we hebben zelfs een rode loper.
Patrick, dit is fantastisch. Op vrijdag naar Fridays. Kijk, je moet hier bestellen via een tablet. Het is vandaag vrijdag, dan zijn alle cocktails 25% korting. Dus ja, ik ga even dat dingetje uitzoeken hoor. Ja, Electric Lemonade. Nou jongens, proost. Proost. Laat het een mooie vlog worden. En eventjes als appetizer, Cajun Onion Rings. Lekker. We zijn in de mood hoor. We hebben het hoofdgerecht besteld. En dat was heel intens. Patrick heeft een eiwitje van de tap. En moet je kijken wat ik heb. Ik heb een milkshake besteld. Ik kan wel zien dat het een Amerikaanse toko is dit. Jezus man, wat een shake. Oh, fucking mooi. Are you vegan yet? Are you vegan yet? What are you waiting for? Are you vegan yet? Are you vegan yet? Open the vegan door. Stay vegan and we'll vegan with you. If your neighbor can be vegan, then so can you. Hij leek al groot op het plaatje. Hij is net zo groot. Ik heb een hele dikke kop. Hij is net zo groot als mijn hoofd. What the fuck is dit, man? Oh, hoe de fuck ga ik dit ooit wegkrijgen? Echt een gigantische burger. Goed. Check dan. Eieringen, gekarameliseerde ui, bacon, burgerpatty, tomaat, sla, dan weer een broodje, dan nog een keer weer kaas en burger en onder nog weer eieringen. Wat een intense unit. Holy fuck. Patrick, ja. Heb ik nog een beetje groen voor? Tering. Die burger was gigantisch, maar hij is weg. Die zit in mijn buik. Goed, nu moet ik alcohol hebben. Ze hebben heel veel soorten vodka. Wat zullen we drinken? Wat een dorst. Cola met Greek Goose vodka. Ben benieuwd. Lekker. Ik voel hem wel. Leef met je kop omhoog. Ik heb een lekker eiwitje van de tap. Jongens, proost. Ik vind dit echt een fantastische vlog. Nou, de eindstand 160 piek. Dit was godverdomme goed, man. Ja, het was fucking goed. Oh, dik hoor. Vrijdagavond 18:30. Precies 18:30. Er staan hier allemaal mensen voor de poortjes zenuwachtig te doen, omdat dan de daluren en weekendabonnementen ingaan. Gewone koffie, boskappen koffie. Vieren zijn een miljoen vriendelijker dan het verraad op mijn penis. Zeg Boudewijn, als je nou eens een keer wat aan je grafkapsel liet doen, gozer, je lijkt wel een regio loser. Kreeg je eens een keer de vorstelijke borstpartij van Liedewij in je gezicht. Heerlijk, man. Oh jezus, zo erg is mijn kapsel nou ook weer niet. Poggers, de trein in Kerkhof. Kijk, een IPA, dat betekent pijpen uit de straattaal. Dan gaan we verder met Blownet. Jeetje, wat de capaciteit. Jezus! We komen zo aan in Borne. Hier nemen we afscheid van Patrick Hammeus. Patrick, bedankt voor de gezellige dag. Nou goed, oma Julien is weer terug. Vond je dit nou een hele leuke vlog? Laat dan zeker weten een duimpje omhoog achter. Wil je meer van dit soort onzin zien? Abonneer zeker weken hieronder even op mijn kanaal. Ik zie jullie heel graag de volgende keer weer. Later. En dat is het!